Dit is aflevering 53 van het weekoverzicht vanaf het kabinet van de vicepresident Zijne Excellentie Ronnie Brunswijk. In deze aflevering: VP Brunswijk belast met waarneming president, versnelde en vernieuwde aanpak onderwijs binnenland na interventie waarnemend president, occupanten Sunny Point en Leiding 20 zoeken permanente oplossing woonzekerheid, Cubaanse artsenmissie verdient continuïteit, bestuursambtenaren komen op voor salariscorrectie, erbarmelijke leef- en woonsituatie Sunny Point en Leiding 20 hebben aandacht waarnemend president, militairen, ex-militairen, niet-militairen vragen menswaardig bestaan, waarnemend president steunt bouwopvangcentrum Aria de Waker, China geeft donatie voor rampenbestrijding binnenland, financiële situatie baart leiding PCS zorgen en bevordering bestuursdienstambtenaren wordt versneld aangepakt. Inderdaad, ik noemde COVID waar we intensief samenwerken, het economisch herstel, gedeelde belangen zoals een sterke rechtsstaat waar we allebei voor staan en een stevige aanpak wat we allebei willen. En de president natuurlijk ook vanuit eerdere banen die hij gedaan heeft in de Surinaamse politiek, het bestrijden van de ondermijnende criminaliteit. President Chandrika Prasad Santokhi vertoefde van 5 tot en met 12 september in Nederland. Gedurende zijn verblijf in Nederland was vicepresident Ronnie Brunswijk belast met de waarneming van het presidentschap. Natuurlijk hebben wij voorafgaand aan dit moment al overleg gehad over lopende zaken. En voor de rest hebben we goede afstemming. Dat is niet de eerste keer. Maar ook vanuit het land van bestemming hebben we bijna elke dag contact en communicatie. President Santokhi heeft een persoonlijk onderhoud gehad met demissionair minister-president Mark Rutte. Er zijn ook onderhandelingsgesprekken gevoerd om diverse samenwerkingen aan te gaan en bestaande partnerschappen te intensiveren. President Santokhi is inmiddels terug in Suriname. Stagnaties van het regulier onderwijs in verschillende delen van het binnenland worden onmiddellijk opgeheven. Waarnemend president Ronnie Brunswijk en minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hebben samen met deskundigen in een spoedonderhoud op maandag 6 september 2021 het hoofd gebogen over de onderwijsproblemen van het achterland. Enkele oplossingsmodellen die door waarnemend president Brunswijk zijn aangedragen tijdens dit gesprek zullen meteen door de minister worden uitgevoerd. De waarnemend president gaat voor praktische oplossingen met daarbij besparing van geld en tijd. Hij heeft de minister en haar staf daarom gevraagd om alles in het werk te stellen om daar waar er een grote concentratie van leerlingen die naar de MULO-school moeten, het onderwijs naar die dorpen te brengen. Het gaat in deze om een pilotfase in onder andere de dorpen Lokaloka en Guyaba. In deze twee gebieden wordt in oktober gestart met het MULO voor het eerste leerjaar. Tegenwoordig leerjaar 9 genoemd. De minister gaat mee met het voorstel en zal samen met haar staf alles in het werk stellen om dit nieuw initiatief van de waarnemend president uit te voeren. Ook de problemen van LBO Brokopondo, OS Sara Creek, Tapuripa Creek en Langu te boven Suriname zijn onder de aandacht gebracht van de minister. De waarnemend president pleitte dat de leerlingen van dit Langu-gebied niet langer verstoken mogen zijn van onderwijs. Hij vroeg aan de minister haar onverdeelde aandacht voor deze school en erop toe te zien dat de school per 1 oktober 2021 van start gaat. Verder is ook afgesproken dat de opening van de nieuwe VOS-school te Mungutapu op 10 oktober 2021 plaatsvindt. Volgens inventarisatie van het ministerie zullen zowat 200 eerstejaarsstudenten op deze school worden opgevangen. Bewoners van Sunny Point en Leiding 20 willen in alle rust en zekerheid wonen op de grond die zij ooit hebben geoccupeerd. Zij vragen voor de zoveelste keer dat de regering van Suriname er alles aan doet dat de grondeigenaren de gekraakte percelen aan de bewoners verkopen. Een delegatie uit beide buurten heeft op maandag 6 september 2021 middels indiening van 2 aparte petities aan de waarnemend president Ronnie Brunswijk dringend zijn aandacht gevraagd voor een permanente oplossing voor dit vraagstuk. Recentelijk zijn 3 gezinnen op straat gezet door een eigenaar.
Volgens de indieners brengt dit angst en stress voor jong en oud met zich mee. Onze verwachting gaat niet anders dan een hulp. Dat de VP ons kan helpen. We willen niet specifiek zeggen van het perceel van die mensen hebben. Want als het iemand eigendom is en die persoon wil niet meewerken, kunnen we niets doen. Maar als de regering ons kan helpen om aan een woning te komen of aan een stuk perceel, dan zijn we wel nemen we genoegen met dat. Maar we verwachten wel hulp vanuit de VP. Parlementariër Huur heeft de groep bijgestaan om zich persoonlijk te oriënteren bij de indiening. Tijdens mijn veldwerk, ook in het gebied, heb ik al die klachten gehoord. Zelfs voor de verkiezing heb ik gehoord wat er allemaal gaande is in het gebied. Het occupatievraagstuk is eigenlijk het heet hangijzer. En er zijn bepaalde ontwikkelingen die gemaakt hebben dat de mensen weer aandacht willen vragen van de regering. En ik ben dus de persoon die ze hebben benaderd. Ik ben geweest om te gaan kijken wat er allemaal gaande is. En op basis daarvan hebben we gemeend om samen met die groep naar hier te komen om hun klacht te doen. Voor eens en voor altijd een oplossing komt die occupatieprobleem. De waarnemend president Bruntwijk heeft de groep verzekerd de onderhandelingen van de regering van toen met de grondeigenaren weder op te pakken om tot een oplossing te geraken. Ook zal worden gekeken naar eventuele domeingronden voor degenen die niet kunnen kopen. Moeite u. Ik was een stuk boven zo'n punt naar leiding. Dat is niet mijn werking uit. Alleen land die bij mijn paaieigenaar dat ik wil trekken over die land die dat land wil doen. Ja? Dus we pakken dat ding op, maar we gaan om verraden. Suma di unumang rika sanggina pe, woso na kifeno tapi space. Ya wanti suma wang kupot yado kupot yado, da abete yabi egi persil. Da suma di ustak unumang rika la sanggi, a eke na no wani, da woso kuso snal mo kelep kifeno tapi si persil. Ya wanti wuka soni poin tapi gambu sinyo uki mente, dia son ton pe sinyo, dia wanti ne kupot yado. Ya, aso sefi, if ufeno egi pesi, dan Dat de Cubaanse artsenmissie van de afgelopen jaren tot op heden een succes is, behoeft geen betoog. Dit is wederzijds duidelijk gemaakt tijdens een ontmoeting tussen de Cubaanse ambassadeur in Suriname, Igor Azur, en waarnemend president Ronnie Brunswijk. Zowel Suriname als Cuba zijn het erover eens dat de huidige overeenkomst aan evaluatie toe is. Hiertoe zijn reeds vergevorderde gesprekken gaande tussen het ministerie van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Echter mag de waarnemend president zich zorgen over het vertrek van de laatste groep van 32 medische specialisten en gezondheidswerkers van Cuba uit Suriname. Deze vertrekken op 18 september en er is geen zicht op wanneer de groep terugkeert. Eerder zijn er eens enkele Cubanen vertrokken uit Suriname. Samen met desbetreffend ministerie en ambassade hier te landen zal het proces tot terugkeer van de artsen moeten worden ingezet. De betalingsachterstand van Suriname aan Cuba zal volgens het waarnemend staatshoofd worden ingelopen. Tijdens de meeting zat ook aan Edwin Noordzee, coördinator van de Cubaanse artsenmissie in Suriname. Volgens de coördinator is de afwezigheid van deze artsen zowel in het achterland als in de stad voelbaar. Noordzee haalde verder aan dat er een groot tekort aan artsen is in het binnenland. De ambassadeur en de waarnemend president hebben gewezen op de vriendschappelijke banden tussen beide landen. De relatie zal in de komende periode verder worden uitgediept. Samen met allen belanghebbenden in de sector zal men tot een oplossing komen. Vertegenwoordigers van bestuursdiensten uit alle districten zijn getogen naar het kabinet van de vicepresident.
Zij waren er om hun bondsbestuur te ondersteunen, die op maandag 6 september 2021 in gesprek was met waarnemend president Ronnie Brunswijk. Het doel van de bond was het bespreken van een wensenpakket van de bestuursdienst met de waarnemend president. In 2019 zou er volgens afspraken met de toenmalige regering de dienst uit het functieinformatiesysteem van de overheid, FISO, worden gelicht. Daarna zouden specifieke loonreeksen voor deze dienst worden besproken. Echter is dat niet gebeurd. Dit was aanleiding voor de bestuursambtenaren om acties te ondernemen. Het gesprek met de waarnemend president was vruchtbaar. Hij bleek niet op de hoogte te zijn dat zaken van de bestuursdienst nog niet in orde waren. Het waarnemend staatshoofd heeft met betrokken actoren afspraken dat binnen kort termijn de opgebrachte aandachtspunten van de bestuursdienst zullen worden gefinaliseerd. De bond toonde zich tevreden met de gemaakte afspraken. De erbarmelijke leef- en woonsituatie van bewoners van blok 1 en 3 te Sunny Point en leiding 20 baart ernstige zorgen. Het voorval van de 11-jarige jongen die verwondingen opliep nadat hij in een weiland te Sunny Point op elektriciteitskabel stapte en stroomstoten door het lichaam kreeg, heeft de onveilige situatie op dramatische wijze bevestigd. Waarnemend president Ronnie Brunswijk wil versneld, maar gestructureerd, verlichting brengen voor de honderden mensen die in onzekerheid leven. Maandag hebben de bewoners van deze omgeving 2 petities, waarin ze hun zorgpunten aanhalen, aan de waarnemend president overhandig. Vertegenwoordigers van het kabinet van VP Konja, maar kanderen aan de directeur van EBS. Hoe doe je er aan toe die de jas aan leiding 20, Sunny Point, naar blok 3, blok 1, haar omgeving van Faya, dat we kon jas. Hoe doe je dat ik wanlibisma heb recht op een leefbaar omgeving? Wanlibisma heb recht op watra, Faya, want soms kan ik je libibung, kievierbung. Daarom maak ik we. Kies ervoor voor konja voor kotek polshoogte voor luku sana situatie voor agabit. U kon luka situatie voor lossing op. Enkele kubes abik ba, u kon orienteren u voor luku fasan bij de assemblik voor si. Enkele kubes itaka komoro fok op, vooral den passie dus. Itaka nga fipe, u moest toon tu papier au roko ete, da u regel dati, da u regel am materiaal. U luku nga fipe, suma os seta passie, want efa passie no meki, minum au roko. Dus ik moet lukken van ik heb passie met een regel tienzo, dat ik begin hard in paal. Wat je moet doen, in begin zet die money, begin bouw je installatie voor je osso. A situatie is nog mooi, VP. A situatie is nog mooi, schrijf. Ja. Alleen dame, arm staan, ja, kontro, arm, zo, ja, boos, maar hoe dit Abu. Ja. Vice-president Ronnie Brunswijk. Ja, taki was Ronnie outdoing. Dus we kan stand by voor si angawai. Sang arakering ya odugun. Een kleine groep militairen, ex-militairen en niet-militairen bezag op maandag 6 september 2021 waarnemend president Ronnie Brunswijk. Hun woordvoerder Stan Moria gaf aan dat zij zaken willen bespreken, in het bijzonder rechtspositionele zaken die reeds voor de Binnenlandse Oorlog een scheefgroei vertoonden. Meneer de vice-president, onze vereniging streeft naar oplossing voor de gevolgen van de binnenlands conflict, met name voor de leden of voor delen van de ex-militairen die op directe wijze zijn getroffen. Wij doen een dringend beroep op u, via u, om voorzieningen te treffen voor het verzachten van het leed van de slachtoffers. Ik wil dit aan u overhandigen, alsjeblieft, zijn excellentie. Dank u wel. Ik voel me vereerd vandaag wij dat ook.
ex-militairen en vooral, wat je zegt, die oorlogsveteranen. Klopt. Mensen die geraakt waren in de binnenlandse conflicten, die dat ze vandaag zijn bij mij op kantoor. En ik ben vandaag als vicepresident. Vandaag als waarnemend president van de Republiek Suriname. Ik ga zeer zeker ken de situatie waar in jullie verkeren nu. En ik zal alles eraan doen om wat u vandaag hier naar voren heeft gebracht. Niet alle punten, kan ik beloven, maar dat zeker, al is het maar één punt, dat ik dat kan laten realiseren. Dank u wel voor het woord. Dank u wel. Stichting Aria de Wager krijgt financiële steun van waarnemend president Ronnie Brunswijk voor de bouw van een seniorenopvangcentrum. De hoogte van het geldsbedrag zal de waarnemend president nog bepalen. Deze toezegging deed hij op dinsdag 7 september 2021 tijdens een ontmoeting met het stichtingsbestuur van Aria de Wager op zijn kabinet. Het bouwplan werd hierbij gepresenteerd aan het waarnemend staatshoofd. Zo zal het moderne pand komen te staan aan de Henk Arendstraat. In dit project is ook gedacht aan dagopvangst voor oudjes die vanwege de dagtaak van hun kinderen zorg nodig hebben van derden. De waarnemend president is zeer ingenomen met het project. De voorzitter van de stichting bestuur, Inder Singh Ganga Bisun Singh, zegt in februari 2022 te willen starten met de bouw en binnen 2 jaar af te ronden. Het is een heel groot project voor ons, een gigantisch project. Begrotingswijs zitten we dicht bij 2 miljoen US dollar. En we hebben wat middelen vrij kunnen maken, maar we zijn er nog lang niet. We roepen iedereen op, alle rechtgeaarde Surinamers die een steentje willen bijdragen bij het opzetten van dit subliem project, willen we oproepen een bijdrage te doen, zodat wij in de behoefte kunnen voorzien van onze seniorenburgers. De Volksrepubliek China heeft een bedrag van ruim 46.000 Amerikaanse dollars gedoneerd aan Suriname. De schenking is bestemd voor de bestrijding van rampen, zoals de recente overstromingen in het binnenland van Suriname. Met het geld zullen de benodigde zaken worden gekocht om de opgelopen schade in verschillende dorpen te herstellen. Ook de infrastructuur in en naar deze gebieden toe verdient aanpak. Vice-president Ronnie Brunswijk, die thans waarneemt als president van de Republiek Suriname, en de ambassadeur van China, Han Ying, hebben op 9 september 2021 de schenkingsovereenkomst getekend op het kabinet van de vice-president. Deze ondertekening vond plaats tijdens het kennismakingsbezoek dat ambassadeur Ying bracht aan de waarnemend president. De waarnemend president toonde zich blij met de helpende hand die China aanbood. Bij het onderhoud is stilgestaan bij het One China politiek beleid dat de Surinaamse regering voert en het aanhalen van de 45 jaar oude vriendschapband tussen beide landen. Waarnemend president Brunswijk heeft de ambassadeur, die pas 1 maand terug is aangetreden, opgeroepen kennis te maken met en zich te verdiepen in de verschillende culturen die in Suriname te vinden zijn. Today I am very glad to meet with Vice President. We exchange the views on the many important issues on how to further development, further advance the mutual trust and also the substantial collaborations and cooperations to benefit the two peoples. Also, China and Suriname have a very good relations, good traditions of mutual support to help each other at the hardships in the trying times. All my predecessors loved your country and they enjoy their life here. So I believe for the coming years, I also will enjoy my life here. De leiding van het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, is bezorgd om de nijpende financiële situatie waarin de gezondheidsinstelling verkeert. Het PCS is niet meer in staat salarissen en andere kosten te dekken.
Algemeen directeur van het PCS, Raj Jatnanan Singh, heeft in een presentatie aan waarnemend president Ronnie Brunswijk alle knelpunten naar voren gebracht op woensdag 8 september 2021. Volgens directeur Jatnanan Singh is het ziekenhuis jarenlang zelfvoorzienend geweest. Thans moet de medische instelling vaker leningen doen om salarissen uit te kunnen betalen. Hij heeft in zijn presentatie samen met de problemen meteen oplossingsmodellen aangedragen. Een belangrijk oplossingsmodel is alle tarieven bij het PCS te verhogen. Ook stelde hij voor het plaatsen van de PCS-medewerkers op de payroll van het ministerie van Volksgezondheid. Medisch directeur Rudy Dwarka Singh zegt dat ondanks alle problemen het PCS blijft werken aan de efficiënte zorg naar de gemeenschap toe. We zijn nu bezig een transformatie te ondergaan. We hebben een paar jaar terug en vooral voor de COVID-pandemie een aantal missies uitgezonden naar Marowena, Albina, Momo, Leinweg, boven Suriname gebied. We willen die mensen ook die diensten aanbieden. We hebben dat met succes geïmplementeerd in Nikeri, waar het suïcidecijfer ook fors omlaag is gegaan toen. We hebben onze eigen unit daar opgezet, weer klein ding, 10 bij 10. Maar dat is het concept. We moeten meegaan met vernieuwingen in de wereld. We kunnen niet achterblijven, maar daarmee willen we die hulp aan die mensen ook bieden. Waarnemend president Ronnie Brunswijk heeft de problemen en oplossingsmodellen aangehoord. Hij zegt dat de regering van Tokki Brunswijk alles met betrekking tot de medische zorg serieus neemt. De regering van Tokki Brunswijk, het eerste wat wij doen, alles wat met medisch te maken heeft, mogen we ingrijpen. Daarom heb ik gezien dat alle raadvoorstellen die binnenkomen voor vooral volksgezondheid, allemaal wordt serieus genomen en behandeld. En alles wordt ook afgehandeld. Maar wanneer ik hoor ook dat bepaalde gebieden van de medische zorg, vooral PCS, dat die ook een andere behandeling krijgen, dan is het goed om inderdaad hier zelf te komen om je te oriënteren. De waarnemend president is blij dat hij zelf aanwezig was bij de oriëntatie binnen het PCS. Nu heeft hij een beter beeld hoe de situatie bij deze medische instelling eruit ziet. Hij bemoedigde het personeel van het PCS om door te gaan met het goede werk en verzekerde hen achter ze te staan. Bevorderingen van ambtenaren van de bestuursdienst van het district Kamowene en Marowene dienen versneld te worden aangepakt. De nodige administratieve handelingen hiervoor bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport vereisen geen geld van de overheid. Daarom zullen volgens vice-president Ronnie Brunswijk de relevante ministeries nog voor 1 september alles in orde moeten maken. De VP heeft dit naar voren gebracht tijdens een oriëntatiebezoek samen met de ROS-minister Gracia Emmanuel aan de commissariaten te Nieuw-Amsterdam, Albina en Mungo op vrijdag 3 september 2021. Ik wil opmerken dat de afdeling personeelszaken efficiënter kan fungeren en zaken sneller kan afhandelen, bijvoorbeeld bij overlijden en pensioneren van ambtenaren. Verder leg ik al deze knelpunten in handen van uw minister met het hoop dat er zo snel als mogelijk een werk van gemaakt en dat personeelsleden gemotiveerd kan raken adequaat mogen fungeren. Minister Emmanuel kent haast alle noden die zijn opgezomd. Het bestedingsplan per district is door ROS goed bevonden en doorgeleid naar het ministerie van Financiën. Deze minister is er niet om jullie zaken tegen te houden. Als je ervoor werkt, heb je recht op. Dus geef me nog even nog de kans. Niemand wil horen dat je een beetje geduld moet hebben tegenwoordig. Maar geef me de kans en we maken alles in orde. Probleemgevallen die de DC naar voren heeft gebracht. Waar er geen geld is, wil ik begrip tonen. Ja. Je hebt ook geen geld om dit te doen. Maar wanneer je bevorderd moet worden, heb je geen geld daarvoor nodig. Dan moet je bevorderd worden. Wanneer je hebt gewerkt zoveel jaren. En dan zegt, nou, man, zie, een man bevorderd. Je bevordering heeft niks te maken met je moet eerst geld hebben. Al kan je nog niet ontvangen, als je later om, maar je moet bevorderd worden, zodat je zekerheid hebt. Mensen die straks met pensioen gaan, en dan ben je nog op dezelfde schaal. Stel ik gewoon pensioen, je hebt gewoon betere pensioen. En dat moeten we niet hebben. Vandaag gaan we niet alles kunnen bespreken op DC,
Maar die, misschien kunnen we gewoon op een A4'tje de acute noden wat u heeft naar mij toezenden, zodat ik woensdag in de regeringsvergadering het naar voren kunnen brengen en dat ik een aantal zaken van u kunnen loskrijgen. De regeringsdelegatie werd opgewacht in Marowene door burgervader Clyde Hunswijk de Albina en burgermoeder Olivia Domini de Mungu. Ten aanzien van de decentralisatie, ik heb altijd ervoor gepleit dat de regering een zodanig beleid zou uitvoeren waarbij eigenlijk de DC zelfstandig bepaalde zaken kan uitvoeren. Want als ervaren bestuursambtenaar van 20 jaar geleden, want ik zit al 20 jaar in de bestuursdienst, en ik kan zeggen vanaf 2010, 15, heb ik de decentralisatiebeleid echt geproefd. Waarbij allerhande zaken werden uitgevoerd door de DC zelfstandig. Dus mijn mensen, hoe zeer veel mensen gaan jullie wang, wat je wang moet doen, en dan om de traditie naar mijn amour. Gewoon via de RRD, de DRD. Hoe zijn we aan bifico de kassanje van VP, de RRR? Hoe aan kwaa foto toe? Hoe kwam kan toe het? Maar wacht u, hoe rij kwam je? Dat we tak de probleem om look voor los op. Dat we look voor een doel, dat we los probleem op. Kalem, de tak is maar jij als neus op jij leki. Nasono, maar kan je probleem niet one los op in dat u one, je want daar dat je ook gewoon aan iedereen dat je wilt doen, dat je meer moeite voor z'n moet doen. We zitten hier met een tekort aan meubilair. Vooral iets dat heel belangrijk is om dat werk naar behoren te kunnen doen. We zitten ook met mensen die bevorderd moeten worden en die al zo lang wachten. Zo neem je niet aan doen, neem je maar vijf uur. Je verstaan en ik bedoel even dat je aan DC niet even geworden voor de regering ja zo in je district. Dat je moet over je district dat je een toestje mogen dan moet je vinden. Al die computer die mankeren zijn om schieven ding. Dus moet je naar computer, vijf uur. Dus hoe kun je speciaal voor de woede zijn voor te gaan te geren? We hebben nu een paar te geren met wat ook aan een tegenzin. Dus aan jouw city. En dat is hem, deze aflevering van het weekoverzicht. Vanaf het kabinet van de vicepresident, zijne excellentie Ronnie Brunswijk. Dat was aflevering 53. Tot de volgende.